Goedendag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Steenbok. Lieve Steenbok, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan als ze danst en je Venus teken laat los als het niet past. Kijk eventueel mijn andere readings. Ze zijn tijdloos. Wil je een persoonlijke reading? Ga dan naar www.revibes.nl. Dan is het afgestemd op jouw energie. Ja, ik ben ook bezig op TikTok, dus wil je me daar volgen? Heel graag, want bij 1000 abonnees kan ik live gaan en kan ik meer in contact komen met jullie. Dus lijkt het je leuk en je hebt TikTok, meld je aan, ReVibes en met 3S'en. Eens kijken wat ik mag ontvangen. Van de energie van jouw lieve steenbok, wat mag ik ontvangen? Wat mag ik voor energie oppikken voor de steenbok? Vernieuwing, oké. Tussen twee werelden. En hier en nu, wauw. Dus je zit echt tussen een transformatie. Vernieuwen, ja. Dus er is iets waarschijnlijk wat niet meer heeft gediend in jouw leven. Waarin jij nu tussen twee werelden zit. En daarbij eigenlijk wat ik voel... Dat je in het hier en nu mag leven, ook al is het misschien lastig. Past en future. Dus probeer echt ook jezelf te gronden in deze situatie. Dat kan dus zijn dat die vernieuwing best wel pittig is en dat je eigenlijk nu nog niet goed weet waar je staat. Maar dat er binnenkort eigenlijk iets komt waardoor jij weer opnieuw mag gaan kiezen. Of dat er iets komt waarbij jij meer jezelf mag gaan gronden. En ook al voelt het nu wat grijs, ook al voelt het misschien wat donker. Het is wel zo dat dit nodig is geweest om jou straks eigenlijk weer te laten bloeien. En eigenlijk een hele nieuwe ik, dat verleden wat je eigenlijk hebt gekend, tot vernieuwing mag gaan brengen. Heel mooi. Ook al voelt dat niet makkelijk, waarschijnlijk. Wat mag ik als uitdaging? Dat was die al. Oké. Ik heb het dek andersom. Passie. Een uitdaging is dus passie. Een nieuw avontuur. Dit kan ook een nieuw project zijn voor sommigen. In ieder geval heeft dit te maken met passie. Een passionele ontmoeting. En dat kan dus een uitdaging zijn of zijn geweest. Kijk, een nieuw pad. Wat mag ik weten in het verleden voor de steenbok? De zes van munten een beetje scheef. Dus er was misschien ergens een soort van onbalans in je leven. Dat kan te maken hebben met een tweelingzielconnectie. Het kan zijn dat je meer hebt gegeven dan dat je hebt gekregen. De koning van zwaarden kan met een luchtenergie te maken hebben. Dit is iemand die analytisch is, die is slim, die is wijs, weet wat hij wil, weet ook hoe hij dingen moet uitspreken. Alleen gevoel vindt de persoon lastig, omdat het iemand is die meer analytisch denkt. Het is wel iemand, als je de persoon iets vraagt, zal de persoon ook eerlijk antwoord geven. Dit kan zijn een tweeling, het kan zijn een weegschaal of een waterman. Let wel, het kan ook jouw energie zijn. Ik zie hier nog de intuïtiekaart, de hoge priesteres. Er kunnen misschien sommige dingen nog niet duidelijk zijn, maar het is belangrijk voor jou om dicht bij jezelf te blijven. En niet misschien op avontuur en passie in te gaan. Maar luister naar je intuïtie, wat doet het met je? Het kan zijn dat jij iemand een spiegel voorhoudt of iemand bij jou. Je kan iemand op je pad krijgen die dus dat doet. Het kan ook zijn dat jij op zoek bent naar antwoorden via medium of via tarot. Of dat je iemand kent die dat dus doet. Ik heb hier nog de koning van staven. De koning van staven is vuurenergie. Dat kan ram, leeuw, booschutter zijn. Het kan zijn dat deze persoon dat in zijn energie hebt of je bent het zelf. Dit is een vrouw die houdt van actie, avontuur, is charismatisch, weet wat ze wil. Als ze ergens binnenkomt, dan komt er ook echt iemand binnen. Wat mag ik nog meer ontvangen in de nabije toekomst? De ridder van staven over passie en avontuur gesproken te hebben. Dus er kan een persoon in je leven komen die dus dit wil. Maar dat kan voor jou dus een uitdaging zijn. Het kan ook zijn dat je zelf op weer
passie en avontuur zoekt. Maar wat brengt het je? Want dit is wel een uitdaging. Dit is iemand die charismatisch is, weet wat de persoon wil, maar is wel... kan een persoon op je afkomen die heel erg jouw ja, aantrekkingskracht, maar het is fysieke aantrekkingskracht. Dus het is niet gelijk emotie, let daar wel op. Oeps, dat zijn er heel veel. Even spieken. Koning van Pentakels, de 7 van zwaarden, of de 6 van zwaarden, de ridder van bekers en de justice, of de gerechtigheid. Nou, dan ben ik in de war. Gerechtigheid. De duivel. Hij lag omgekeerd. Oké. En hartpijn, oké. Ja, hoe moet ik hem pakken? Ik pak hem even rechtop en dan ga ik voelen wat ik erbij nog meer bij voel. Onderop heb ik hier de koningin van bekers, de zonkaart en de 4 van cups. Het kan zijn dat je ergens teleurgesteld in bent geweest, maar dat je toch zoiets had van, weet je wat, als die persoon niet ziet wel hoeveel liefde ik geef, dan schijn ik het licht op mezelf en ga ik mezelf meer nurturen. Dat is een beetje wat ik voel, heel goed. Ik heb hier nog de 3 van zwaarden, de 6 van cups en de 5 van zwaarden. Oké. Je hebt veel in je hoofd gezeten over een past life connectie, over een twin flame of over iemand. Het kan ook zijn dat je je innerlijke kind mee mag gaan helen. Dus het kan zijn dat iemand jou heeft getriggerd, misschien een soulmate, waarin jij stukjes van jezelf naar boven hebt gehaald. Of eigenlijk de persoon heeft stukjes in je boven gehaald, waardoor jij trauma's vanuit je vorig leven eigenlijk moest helen. Moest, mag. Vernieuwing staat hier, tussen twee werelden en hier en nu. Dus het kan zijn dat jij tussen hier en nu een soort van keuze hebt om naar je innerlijke kind te kijken. Wat vervult jou? Want er is iets met de 5 van zwaarden dat iemand niet eerlijk is geweest of iemand is jaloers. Het kan ook je eigen gedachten zijn, want ik voel deze energie weer net iets anders als de ridderweet. Dus het kan zijn dat jij mentaal eigenlijk heel erg bezig was met verlies in bepaalde situaties. Conflict zie ik hier, concurrentie en de schildknaap van bekers en de doodkaart, zie. Dus er is iets wat vernieuwd mag worden in jouw leven. Dat kan dus zijn oude pijn, zie. Iemand is aan het nadenken over pijn. En dat is bovenbewust. Maar onderbewust heb jij zoiets van, ik ben niet tevreden over deze situatie. Het doet misschien pijn, maar als het me niet dient, dan ga ik het transformeren en dan ga ik mezelf gewoon nurturen. En dat is heel goed. Ook al heb je pijn, dat is wel wat ik zie. Maar je bent, zit daar middenin. Dus wat hier eigenlijk ligt, dat klopt eigenlijk precies met hetgeen wat hier ligt. Want hier ligt een beetje donker en hier ligt heel veel licht. Dus tussen twee werelden zit je eigenlijk nu in. En het is belangrijk om in het nu te blijven. Dus niet over wat er is geweest, dan heb je geen invloed meer op. Maar echt in het nu te denken van wat kan ik nu doen om mij nu gelukkig te voelen in deze situatie. En daarin een soort van vernieuwing te vinden. Ik vind die kaarten toch wel mooi. Waarom gebruik ik ze niet vaker? Soms zie ik ze bij andere readers. Denk ik, oh ja, dat deck heb ik ook. Waarom gebruik ik die niet? Nou ja, nu... Het kan zijn dat iemand je ook een steuntje in de rug geeft. Misschien een vriend of een vriendin. Die zie ik ook nog onderop liggen. De aas van staaf als uitdaging. De ster, oké. Heling en balans. Er is ergens waar jij wel een wish fulfillment in hebt. Maar tegelijk zie ik een soort van delay. Dus je houdt het koordjes wat ik zie nog stevig vast. Dat zie ik nu pas. Maar... En ik zie het ook een beetje als de zon. Dus het kan zijn dat je in de nacht misschien iets naar passie zoekt. Of er is iets wat jij wenst, maar het is tevens een uitdaging. Maar ik zie dat je niet helemaal loslaat. Dus je houdt nog een beetje vast aan datgene wat jouw passie oplevert. Maar ja, of het ook daadwerkelijk emotie oplevert. Ja, hermiet, wat ik zei over de nacht. Je zit hier in de nacht te fantaseren, maar wel de focus ook echt op jezelf. Dus het kan echt zijn dat je je wel afsluit, of het is de bedoeling dat je het doet. Want dit is natuurlijk een uitdaging. Dus belangrijk om misschien die wens niet te laten gaan wat je hebt,
Maar wel de focus op jezelf te leggen en ook te kijken hoe ver je al bent gekomen en het licht op jezelf te schijnen. En je kan die wens hebben, je kan nog veel passie voor een persoon hebben, maar het is belangrijk om jezelf te nurturen ergens in. Want pijn, daar heb je niks aan. Wat mag ik weten over de zes van pentakels? Kijk, daar heb je die duivel weer. En de tien van zwaarden en de vijf van bekers. Wauw. Ja, jij treurt of je hebt getreurd over iets wat jij hebt moeten loslaten. En dat kan dus iets toxisch zijn geweest. Het kan voor iedereen weer verschillend zijn. Maar dat kan wel een persoon zijn die dit in jou heeft getriggerd. Dit is steenboek ook. Misschien ben je het zelf. In ieder geval is er iets. Iemand heeft jouw betrayal aangedaan of het voelde voor jou zo. Dat iemand jou in de rug heeft gestoken. En dat heeft je diep geraakt, is wat ik zie. Die persoon die kwam steeds weer bij je en die gaf je eigenlijk weer de hand. Of dat kunnen ook gedachten zijn, hè? Let wel voor sommigen. Maar ik heb ook het gevoel dat het een persoon kan zijn die jou weer meesleurde en dat je eigenlijk daarna eigenlijk weer teleurgesteld eigenlijk achterbleef, is wat ik voel. Dus wat ik voel is dat jij eigenlijk daar een beetje afstand van hebt gedaan, samen met het team van zwaarden. Wat mag ik weten? Ja, kijk, de koningin van zwaarden. Let wel, voor de mannelijke kijker kan het ook een vrouw zijn. Hè? Dus ik zeg soms steeds man, de fool. Oké. Het kan zijn dat die persoon, want hij ging een beetje zo, de persoon zich als een beetje een fool heeft gedragen. Niet goed een stap durfde te nemen, wel een stapje deed, maar daarna eigenlijk weer vertrok. Wat mag ik nog meer ontvangen? Het kan zelfs zijn dat die persoon een beetje in depressie of dat die persoon niet goed in zijn vel zat. Een kindspersoon. Ja, de koningin van zwaarden. Wauw. Het kan heel goed zijn dat jij ook lucht in je energie hebt. Dit is een koppel, dus wat ik zei, het kan heel goed zijn dat jullie elkaar spiegelen. Maar dat er nooit echt over gevoel is gepraat en dat iemand eigenlijk daar bang voor is. Dit is een vrouw, hoef je geen bullshit mee te beginnen. Deze vrouw heeft veel meegemaakt, of man, weet wat hij wil, of zij, is analytisch. Kan soms weduwe of weduwnaar zijn, maar in ieder geval is het wel een vrouw die wel weet wat ze wil. Dus kan jij geen keuzes maken, hak ze de knoop door en is ze verdwenen. Zo simpel is het. De hoge priesteres, intuïtie. Misschien geheimen. Iets wat je onderbewust wel weet, maar misschien niet aandurft te kijken of niet op durft te vertrouwen. Wat mag ik ontvangen? De temperance. Ja, er moest ergens een balans in komen, is wat ik zie. Geduld. Twee keer een geduldkaart. Dus je moet heel veel geduld hebben. En nu weet ik dat dat soms lastig is voor de steenbok. Dus geduld. Kan ook zijn dat je meer mag gaan mediteren. Maar er is wel iets onderbewust. Want dit is ook een kaart van wensen die uit kunnen komen. Dat je dit al weet, alleen je wacht op resultaat. Dat is een beetje wat ik voel. Samen hier met die aas. En die ster. En de hermiet. Want de hermiet is al heel wijs. En de toren. Oké. Er is... Wauw. En weer de... Ja, zie je, een vuurenergie. Kan ook te maken hebben met een vuurenergie. Leeuw, ram, booschutter. In ieder geval, wat ik zie hier twee scenario's. Dit kan zijn dat er plotseling in één keer iets op je pad komt. Of er is iets met die vernieuwing. Dat kan ook een beetje een toren zijn. Dat er iets wat niet meer diende in je leven afgebroken moest worden voor iets beters. Kan ook zijn dat er plotseling een transformatie komt. Of een bericht waarin je gechoqueerd bent. Maar wel dat je dacht, zie je wel, ik voel het al. Wat mag ik weten over die koningin van staven? Alweer de koningin van staven? Wow. Ja, dit kan twee dingen betekenen. Dat jullie elkaar echt spiegelen in bepaalde situaties. Als je aan een persoon denkt. Of je mag jezelf gewoon veel meer laten zien. Ja, de vier van staven. Ik zie hier twee scenario's met twee keer een twee. Dus het kan zijn dat jullie beide een masker hebben gedragen. En dat er een soort van victory komt plotseling.
waar jij best wel blij van wordt, is eigenlijk wat ik zie. Maar dat zie ik natuurlijk weer die duivel en die ridder van staven. Dus veel aantrekkingskracht. Er gaat binnenkort weer iets gebeuren waarin er gevierd wordt. Dat is wat ik zie. En dat kan misschien ook komen omdat je gewoon jezelf gewoon gaat nurturen. En je schijnt het licht. En mensen valt het op. Dus als hij binnenkomt, denken, hey, er is iets anders aan die persoon. Er is iets. De persoon straalt. Het kan zijn dat dat opgevallen wordt door een persoon. Wat mag ik weten over die ridder van staven? Want er komt dus plotseling iets op je pad wat iemand heel charismatisch is. En dat kan een passionele ontmoeting zijn zelfs. Helderheid, oké. Er komt ergens dus, je krijgt ergens antwoorden op. Iemand gaat communiceren. Iemand gaat iets communiceren. Dan zie ik die trap, dus iets wacht je al op. Dus waarschijnlijk ben je al aan het overdenken geweest over deze situatie. Of het is de persoon. De emper. Ja, deze man weet wat hij wil. Is iemand die niet goed over gevoel kan praten weer. Dus echt een mannetje, divine masculine. De emper en de empress heb ik hier niet. Maar wel de andere divine feminine energie. Maar dit is iemand die weet wat hij wil. Kan daadkracht bij elkaar doen. Maar is soms wel onbuigzaam. Zijn wil is wet. Dus dat kan voor jou heel erg charismatisch zijn. Dus het kan een persoon zijn die heel erg aanzien heeft. Of die de zaakjes op orde heeft. Als hij iets wil doen, dan doet hij het. Of zij. Dus dat, nou ja, echt. Sick. Ja, daar heb je er toch. De empress. Dus ze ligt wel op de loer. Dus een spiegel. Yin-yang. Wat mag ik weten over die duivel? Daar heb je hem, de koning van staven, de judgment, de vijf van pentakels. Oké. Ga eens even terug, doe maar weer vuurenergie. Wat mag ik weten over die duivel? Een nieuwe cycle, je grond, dus het kan enig verweer zijn. Wat ik voel is dat jij dus die duivel mag verslaan. Of het nu een persoon is, of het je gedachten zijn, of het fantasieën zijn, of het iets overmatig doen is, bang zijn, angsten, noem het maar. Het is belangrijk voor jou om dit te weerstaan. Om jezelf te gronden, om weerstand te bieden, om je hart te sluiten en te voelen wat je voelt. En daarmee zie ik dus een nieuwe cycle, zie je een nieuw pad, hier en nu. Tussen twee werelden in, maar wel vernieuwing. Dus het kan zijn dat jij iets gaat vernieuwen in jouw energie, waardoor jij gewoon beter gegrond raakt en betere keuzes kan maken. En eigenlijk die duivel gaat verslaan. Dat kan ook je eigen energie zijn, hè? Want steenbok wordt vaak gezien, is de duivel van het tarot. Ja, kan er niks aan doen. Maar dat wordt wel gezegd. En daarbij, wat ik voel is dat je meer naar jezelf... Tuurlijk mogen die angsten er zijn of temptation. Want het is natuurlijk wel een uitdaging. Maar probeer wel dicht bij jezelf te blijven. En ook te voelen wat het voor jou waard is. Welke cycle wil je ingaan? Wil je weer terug? Of wil jij gaan vernieuwen en wil jij 100% geluk? Mag ik nog een advies? Of een verklaring? Iets... Wat mag ik nog meegeven? De kracht, oké. Dus de kracht vinden om dus in je power te staan. Om alles aan te kunnen. Ja, transformatie, vernieuwing. Ja, hartpijn, kijk dan. Hartpijn los te laten. Want het is geweest, het is er niet meer. En tuurlijk kan je verdriet hebben, maar ga ook door met je eigen. Kijk, de 9 van cups, de zegenwagen en de koning. Ga jezelf vervullen emotioneel. Ga plezier maken. Ook al is het misschien even in je eentje. Maakt niet uit. Maak plezier. Maak jezelf emotioneel gelukkig. Ga misschien reizen. En vind de willpower om alles in één lijn te krijgen voor jezelf. En ga knopen doorhakken. Dus het kan ergens zijn waarin jij weer keuzes krijgt. Of iemand gaat knopen doorhakken. Zie, er komt ergens helderheid in. Sowieso.
Er komt ergens helderheid in. Stabiliteit zie ik nog, passie alweer. Maar wel een soort van conflict, maar toch weer de 10 van cups. Dus het is hele gemengde energie is wat ik zie. In ieder geval is dit wat ik voor jou heb, lieve steenbok. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Wil je mij volgen op TikTok? Heel graag. Bij 1000 abonnees ga ik live. En ja, misschien zie ik je dan daar. Doeg! Thank you.